Van harte welkom allemaal. De eerste keer dat we hier zitten, 11 Insiders. Gloednieuwe podcast van 11 Sports over het voetbal van bij ons. Maar ook internationaal gaan we dat allemaal belichten met hele fijne gasten. En ja, die zitten hier toch al een beetje te blinken. Ik begin met Sven Jaak. Dat is de algemene of general manager, moeten we zeggen, van de Great Olds. Van harte welkom. Dank u. Peter Goris is er ook bij. Dat is chef sport van de Gazet van Antwerpen. En van kindsbeen af eigenlijk notoire volger van De Antwerp, zoals dat heet. Hè? Dat klopt. Van welke leeftijd af? Je mag iets dichter bij de micro. Acht jaar, ja. Schat ik. Ja. Ja, en dan nog een man, die moet ik eigenlijk bijna niet meer voorstellen natuurlijk. Gilles De Bilde, regelmatig ook eens tegen Antwerp gevoetbald, denk ik. Hè? Ja. Het zou wel kunnen. Goed. Ja. We gaan het uitgebreid hebben over Antwerpen. Er valt veel over te zeggen. Later in de podcast hebben we het ook over de mooie evolutie en ja, hoe het gaat met Romelu Lukaku, want dat is een lofzang waardig. We gaan ook met een rode duivel collega van hem skypen, maar dat is misschien nog even voor straks een verrassing. De actualiteit naar Eupen. Dat is eigenlijk ook een beetje Europees voetbal, hè, meneer Jaak. Moet ik meneer zeggen? Of? Liefst niet, gewoon Sven. Graag. Sven is goed? Ja. Ja. Dat is een beetje Europees. Hè? Dat is met vier in de auto even bij het tankstation stoppen. Of hoe gaat dat concreet? Ja, Eupen Away is voor onze supporters zeker en vast een Europese verplaatsing op vlak van sfeer. Ja. Sfeer en plezier. En voor mezelf, ja, van Brugge uit, twee keer twee uur en een kwartier in de wagen... Een leuke verplaatsing. Is dat alleen? Zit u daar dan? Of met bestuursleden? Hoe gaat dat? Ja, nee, dat is alleen. Er zijn niet zoveel bestuursleden die die in Brugge wonen, uiteraard. Die pik je niet op? Nee, het gebeurt af en toe wel dat we langs Antwerpen passeren om samen te rijden, maar dit keer niet. Ja, zit je dan ook in de podcastwereld dat je dat dan opzet om te overbruggen die lange rit of niet? Eigenlijk niet. Ik moet zeggen dat ik gezonde spanning heb naar een wedstrijd toe. En liefst niet te veel... Moet concentreren en doen. Eventueel nog wat telefoons doen, hier en daar. En dan terugkeren is meestal Spotify, muziek luid en wat ontspannen. Ja. Stressen dan. Ja. Het is een perfecte moment om Sven te bellen, trouwens. In de wagen, hè? Ja, dat klopt. Zeker als ze gewonnen hebben. Ja, maar ook voor de match. Ik heb mij nog de vorige Eupen herinneren. Het was toen wel wat winter. Moeilijke periode ook. Eind vorig jaar. Nu wij een uur of zo weer onderlijn gingen. Dat is best en is hij dan, informatief. Heel off the record, openhartig. Hoe gaat dat dan? Sven is nooit volledig openhartig. Maar nee. Peter is vaak gefrustreerd in hoe weinig dat er effectief gezegd wordt. Nu, het zijn ook altijd dezelfde dingen die moeten geweten zijn of die gevraagd worden. Ja. Plus, ik neem eigenlijk maar 1 keer op 10 op als Peter belt. Okay. In die zin... Ik dacht 1 op 100. Ja, okay. Heren, we gaan er zo meteen concreet over verder over die actua. Maar eerst eens een keer Brian Priske misschien eens aan het woord laten. Want er was toch wel wat opluchting bij die Great Olds na de zege op Eupen. Ik ben heel content met die prestatie de tweede helft. En zeker de laatste half uur of zoiets. Dan heb ik een goede ploeg gezien die dicht bij elkaar stond. Veel meters gelopen samen. En samen ook de 16 verdedigd. En dat is heel belangrijk voor ons. Hoe verklaar je dat verschil tussen de eerste en de tweede helft? Ja, dat is niet makkelijk om te zeggen. Hè. We zijn bezig met mensen. Voetballers natuurlijk. Maar ze zijn ook menselijk. En ja, je weet nooit... Ik vond eigenlijk dat we een goede week hadden. Met heel veel goede trainings. En ook een goede understanding met de defensieve organisatie. Maar het was niet echt 100% in elke situatie. Maar ik vind ook dat wij zien dat we hebben heel goede voetballers hebben. Heel veel goede voetballers die aanvallend voetbal kunnen voetballen. Dus dat is ook belangrijk. En we konden ook 2-0 winnen, denk ik. Ja, Sven Jaak, waar ben je het mee eens en waar ben je het pertinent mee oneens met wat hij zegt? Ja, ik moet grotendeels eens zijn. De eerste helft was absoluut niet goed. Was geen evenwicht. We gaven kansen weg. Wat wel goed was, we creëren wel zelf die kansen. Alleen scoren ze niet. Dus ik denk dat we moeten durven zeggen dat de eerste helft gewoon ondermaats was. Antwerp onwaardig, zeker met de kwaliteit die nu aanwezig is. Wat zeer goed is de reactie in de tweede helft. Waar het zowel qua inzet, qua wil en goesting beter was. Maar dan zag je ook met inbreng van Samatta en het naar het 4-4-2 gaan, dat er wat meer stabiliteit het evenwicht kwam tussen defensief en offensief. Dus
Dat klopt hier, wat ja. Brian zegt. Hoe kijk jij naar dit Antwerp, Gilles, dat nog in opbouw is, nieuwe jongens erbij? Maar dat is het vooral. Ik denk dat die eerste twee maanden nu, je hebt een nieuwe trainer, je hebt spelers, die belangrijke spelers die weggegaan zijn uit de ploeg. Je hebt een aantal aanpassingen moeten doen, je hebt veel transfers gedaan. Dus er zijn een aantal zaken die, ik ga zeggen, verantwoorden dat het resultaat misschien nog altijd niet optimaal is of niet is hetgeen dat ze misschien op dit moment hadden verwacht. Maar de transferperiode is nu gedaan, want dat heeft ook een rol gespeeld natuurlijk. En nu is het de periode om te bouwen. Ik denk dat nu de periode van de tussen haakjes excuses stilaan mag gedaan zijn voor Antwerpen. Ja. En dat ze te beginnen punten pakken. Ze hebben hele, hele fanatieke fans die dat van nabij volgen, die ermee opstaan, die ermee gaan slapen. Wat leeft er momenteel in de onderbuik bij de fans over dat, die start van Antwerpen? Dubbel gevoel. Je hebt heel veel fans, maar dat is ook eigen aan Antwerp, die zo ambitieus zijn omdat er zoveel namen zijn gekomen die ook heel ongeduldig zijn. Maar je hebt genoeg verstandige fans die ook wel begrijpen dat er dat het wat tijd kost voordat die ploeg een beetje gerodeerd is. En ik denk dat... Ik vind het wel goed dat je het zegt vanaf de moment dat Samatta inviel en met 4-4-2 begon te spelen. Ik denk dat dat wel eens zo het licht kan zijn dat Antwerp nodig had. Want eindelijk zat er een beetje stabiliteit in die ploeg. Ja. Eindelijk waren die ruimtes wat korter. En eindelijk waren die... Buurman wil het zeggen. Gewoon het goed te draaien. Chill. Je mag het infereren. Ik denk dat het is ook belangrijk om te zeggen dat Luciano dat is weg bij jullie. Dus de functies zijn een beetje veranderd of herverdeeld, gaan we zeggen. Ik denk dat Fent nu meer bepaald is of belangrijk is wat betreft de transfers. Dus dat ook een invloed heeft. Hoe zit dat eigenlijk? Want daar wilde ik straks pas over beginnen. Maar het is aangesneden, het onderwerp. Luciano D'Onofrio. Transfers, dat is vooral u, zal ik dan toch maar zeggen. Met Paul Gijsens, met wellicht nog wat advies eromheen. Hoe gaat dat concreet? Er wordt heel veel in één keer gezegd nu. Er zijn heel veel wijzigingen geweest binnen de club. Ja. Sowieso. Je hebt het leuk Luciano, sowieso. Maar dan ook, ik denk, 5 stafleden. Hoofdcoach met 4 assistenten. Een heel aantal spelers. Dus als je dat bekijkt, denk ik dat je naar 14, 15 nieuwe spelers gaat, 5 nieuwe stafleden, een aantal mensen erbij, is de fulltime mental coach bij ook, met de fysieke nog wat uitgebreid. Maxime Bizet voor de stilstaande fase. Ja, we hebben een vrij goed gestructureerde en goed uitgebouwde technische staf, maar er is veel gewijzigd. We hebben een intrek genomen in een nieuwe infrastructuur, dus alles is echt anders. Ja. Wetende dat we toch afscheid genomen hebben, ik denk, van 10 of 11 spelers die in of rond de basis stonden, waaronder een Bokani, Rafailov en dergelijke, dat is niet zo simpel om te vervangen. Maar uw rol, specifiek? Mijn rol is op zich niet zoveel veranderd met dat van de voorbije jaren. Het enige is dat we nu, in plaats van de link die gemaakt werd met Luciano, dat die nu gemaakt wordt enerzijds met coach en scouting en naar boven toe met Paul Gijsens. Er is nu wel heel veel op uw dek gekomen. Ik bedoel, een beetje te veel, heb ik soms een indruk. Ja, omdat wij als Antwerp, we zijn ervan bewust dat we moeten de structuur versterken. Zowel gewoon helpende handen als in managementfunctie naar meer strategische. Alleen, dit doe je niet zomaar. We komen uit 1,5 jaar corona. Het was heel moeilijk om dat dan te doen. Om dan plotseling, als Luciano vertrekt, snel 5, 6 mensen bij te gaan halen in de structuur, dat werkt niet. Je hebt daar je tijd voor nodig. Met als gevolg dat de voorbije 2, 3 maanden dat heel veel, quasi alles, op mijn dak is gekomen. En er zijn er... Want dat is ook een beetje het verschil met sportieven, vind ik. Er zijn ondertussen nog eens 2, 3 mensen vertrokken in de zomer. Ik ben een beetje schrik te hebben of dat jij dat wel allemaal gaat kunnen blijven doen op deze manier. Tuurlijk niet. Er is gewoon veel te weinig volk. Hè. Maar is Luciano helemaal uit de picture of is hij nog belbaar? Want dat netwerk, ja, dat is natuurlijk wel wat het is. Hè. Nee, maar... Die banden zijn... Ja, voorlopig niet. Ik denk als ik hem nu bel om iets te gaan drinken, dat perfect mogelijk is. Ja. Maar je kan niet half werk doen. Je kan niet half en half ergens bij horen. Oftewel ben je er, oftewel niet. Dus jij bent eigenlijk sportief directeur. Dan ook in so many words. Ja, er is een overleg met de voorzitter en zijn zoon waar we dat openlijk overleggen om af te kloppen. Maar de onderbouw is ook heel belangrijk. Het is niet Sven Jaak die even op een scherm of via een tip een speler ziet en daar gaan we voor. Gilles, ik ga zo meteen jou aan het woord laten. Is er een vacature nog in de onbepaalde toekomst voor die functie specifiek van D'Onofrio? Nee, omdat dat is ook geen vacature met een bepaalde titel of een functie. Nee. Dat was vrij breed eigenlijk. Dat oversteeg een beetje het sportieve ook. Dus
daar gaan we niet naar op zoek. Wat ik hier wel kan meedelen, is dat we woensdag Joachim Verkenny als hoofdcoach officieel zullen voorstellen. Dus ietsje te vroeg gelekt, maar ik kan het nu toch meegeven. En die zal het scoutingteam versterken. Leiden, dat nu al een vierman groot is, dus je wordt de vijfde man in het scoutingteam. Ja. Ja, Gilles, jij wilde nog iets aanvullen. Nee, ik dacht gewoon te zeggen van de bruske overgang van Luciano naar de nieuwe structuur bij Antwerp. De investeringen die daarmee gepaard geweest zijn, want er zijn uiteindelijk, wat is het, iets meer dan 20 miljoen euro gespendeerd. Het is toch overduidelijk dat de voorzitter van plan is om Club Brugge zo snel mogelijk, dat hij wil kampioen spelen, dat staat vast, maar liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Nee? Dat is een erezaak wel, hè? Club Brugge, Antwerpen. Ja, dat lijkt me echt een erezaak van de voorzitter. Dat kan zeker meespelen, maar dat staat eigenlijk totaal niet binnen de eerste twee, drie doelstellingen. Nee? Nee, de voorbije 5-6 jaar is Antwerpen opgebouwd. Paul Gijsens heeft een club gekocht. Die, Peter zal me corrigeren als ik verkeerde dingen zeg, die op sterven na dood was, misschien zelfs al verder dan dat. En heeft geïnvesteerd om een put te dichten, om dan te mogen investeren. Hij wil een club uitbouwen op sportief, strategisch, organisatorisch vlak. En meedoen aan de top van Belgisch voetbal en Europese successen boeken. Dat staat in eerste instantie compleet los van Club Brugge. Ja. Nee, maar de verhalen... je investeert die 22 miljoen, of wat is het, dat bedrag? Niet voor niks natuurlijk. Hè. Ik bedoel, zijn hoofddoel is Champions League, is kampioen spelen. Ja, uiteindelijk wel. Hoe urgent is dat voor hem? Geduld is niet een groot karaktereigenschap van Paul Gijsens. Ook niet van Antwerpen eigenlijk. Dus dat past daar wel. En we konden onszelf veel gemakkelijker maken dat we nu gezegd van kijk naar al die wijzigingen, we hebben een overgangsjaar nodig. We benoemen dat zo en we zetten dat ook zo in de media. Er komt er wel wat kritiek en andere meningen op, maar uiteindelijk hadden we dat perfect kunnen doen. We hebben dat niet gedaan. We hebben gezegd, oké, kijk, we gaan proberen een team samen te stellen om mee te doen voor die eerste vier plaatsen. En uiteindelijk gaat het daarom mee, play-off 1. Er zijn redelijk wat spelers die trouwens over de titel al gesproken hebben in interviews. En dan denk ik van... Maar ja, als je die transfer ziet, Peter, dan ja, Fischer, Vrij, Samatta, Raja Nainggolan, ja, dan denk je uiteraard aan een titel. Hè. Doe eens heel concreet, Sven-Jacques, er komt Raja in het vizier, er komt Fischer. Hoe gaat dat dan concreet? Wat is de eerste stap om die binnen te halen, zo iemand? Uw eerste stap is uw posities die wegvallen, posities waar dat je wil versterken en welke profielen die je wil hebben, waarnaar je op zoek gaat. En dan kom je eigenlijk in een soort schaduwelftal, waar dat heel veel spelers en mogelijke spelers per positie zijn, waar dat er een analyse wordt gemaakt op profiel, op kost en zo verder. Belg, buitenlander, niet-Europeaan. Laten we Raja misschien als concreet voorbeeld nemen. Raja is pas later gekomen, omdat uiteindelijk hadden we heel veel jonge spelers. We hebben... Ik denk nu 6 spelers onder 23 aangetrokken. En dan zie je eigenlijk in het spel dat er wel wat maturiteit en wat leiderschap ontbreekt. En dan komt Raja eigenlijk eerder via contacten, omdat we horen dat hij daar sowieso zal verbreken in Inter. En dat het bij Cagliari toch allemaal niet zo vlot liep. En dan zijn we daartussen gegaan. Uiteraard via tussenpersonen loopt dat. Ja, en dan dat allereerste contact, hoe was dat persoonlijk? Met hem persoonlijk? Bellen, ja, was zoals het nu altijd gaat, was via Zoom. Ja. Een Zoom-call met de spelers en entourage, de voorzitter, ikzelf. Wat waren de eerste dingen die hij duidelijk zei over die mogelijke overstap? Wel, eerst en vooral vroeg hij wie en wat is Antwerpen en waar wil je naartoe? Voor iemand die terugkomt met zijn carrière en zijn mogelijkheden, dan was het voor hem duidelijk belangrijk om te horen wie zijn wij, wie is de voorzitter, waar wil je met de club naartoe? Als je dan wat beelden toont van de infrastructuur, van waar we komen en waar we nu staan, en dan kan je daar de sportieve resultaten tegenover leggen. En de ambitie, wat we toch, zoals Gilles zegt, ik ben niet akkoord met het bedrag, maar we hebben inderdaad geïnvesteerd in spelers die van ons zijn, niet in huurspelers, om in de toekomst te gaan meespelen. Dus, en dat heeft Raja wel direct in de juiste richting geduwd. Ja. Niet direct overtuigd, maar direct in de juiste richting geduwd. Eén klein dingetje over voor de petite histoire. Klopt dat verhaal dat meneer Gijsens is hem gaan oppikken, denk ik, aan de luchthaven met zijn wagen onder andere, en dat hij dan een jeugdvriend tegenkwam en dat hij dan even moest stoppen om een babbeltje en dat dan meneer Gijsens ook aan het stuur zat? Dat klopt, dat verhaal? Ik denk niet dat meneer Gijsens aan het stuur zat. Dat hij zelf aan het rijden was. Nee, het was iemand anders die reed. En Raja is zeer adrem. Dus als hij inderdaad zijn jeugdvriend ziet, dan spreekt hij daar tegen. Dan moet eventjes iedereen wachten. Dat klopt. Dan was het van chauffeur, stoppen, de berm in, ik moet hier even... Well, dat Paul Gijsens niet aan het stuur, dat kan ik denk ik bevestigen. Want ik heb Paul Gijsens één keer weten rijden op zijn stoeterij in Knokke.
in dat alarm schot af. In, ja. Die wist bij God niet hoe dat hem dat afkreeg. Die wist niet hoe dat hij die auto aan kreeg. Dus ik kan dat wel bevestigen. Ja. Ik kan niet zelf rijden. Gilles, ja, jij kent Raja natuurlijk ook goed. Hè. Wat was jouw eerste reactie toen je zag die komt naar Antwerpen? Ik was verrast natuurlijk, want ik herinner me nog een tijdje geleden dat Raja zei van, ja, dat België in principe niet aan de orde was. Dat hij nooit zou terugkeren naar de Belgische competitie. Maar kijk, het gaat heel snel blijkbaar in het voetbal en gedachten veranderen ook. Dus ik was absoluut heel verrast. Ja. Ja. Die transfers in het algemeen, dat is wel een krachttoer. Hè? En Fry, en Fischer, en Samatta, en Raja Nainggolan. Ik wil toch nog één keer vragen. Wanneer wil u kampioen zijn? Zo snel als mogelijk. Ja, dat is gewoon heel... Er is geen druk dat dit jaar moet. Maar ik denk, je koopt ook zomaar niet een ploeg. Ik denk dat in Belgisch voetbal en Europees voetbal al meer dan eens bewezen is. Ja. We hebben investeringen gedaan naar de lange termijn toe. Maar met voldoende kwaliteit om dit seizoen al iets neer te zetten. Wist u trouwens, toen u kwam, was dat toen voor u duidelijk dat Gijsens de sterke man achter de schermen was? Nee. Want Patrick de Kuyper, die heeft u dan wellicht... Ja, 2016. Dat gehaald. Patrick de Kuyper, ex-Old Waregem ook natuurlijk, daar kennen we die man allemaal van. Tijdje sterke man achter Antwerp. Dus die kennis was er in het begin niet? Nee, allee, we hadden een vermoeden uiteraard, maar officieel was ik niet op de hoogte dat Paul Gijsens erachter zat. Is dat ooit bijna uitgelekt? Want dat was een spel in de kranten. Wie zit er nu achter elke persconferentie? Ik herinner me dat. Ik deed toen heel veel wedstrijden van Antwerpen in 1B ook. Dat bleef maar komen, diezelfde vraag. En plots is er dan die outing, al dan niet toevallig, toen ook het stadsbestuur aankondigde, denk ik, om de gesprekken te starten over een gemeenschappelijk stadion. Is het ooit bijna daarvoor wel uitgelekt dat u dacht, dat is close? Niet echt eigenlijk, maar ik denk dat ze zijn naar buiten gekomen. De wedstrijd voor Roeselaar, de laatste wedstrijd voor de finale. Maar van de finale. Omdat iemand van Glamco iets op een kopieerapparaat had laten liggen. Hè? Klopt dat? Ja, ik heb die verhalen ook gehoord. De legende. Maar goed, op dat moment, dat je de deur naar de eerste klasse opent, dan is het ook het moment om je kenbaar te maken. Anders kunnen die plannen niet... Dat was ook de eerste keer dat hem op de tribune zat. Ja, was hij in Roeselaar, dat klopt. Ja. In Meria. Wat is dat eigenlijk voor een man? Want we krijgen die natuurlijk niet zo heel vaak te zien. Er wordt gezegd emotionele man, gepassioneerde man, succesvolle man. Kan u hem eens omschrijven, die persoonlijkheid? Van hoe gaat dat, Sven-Jaak, met Paul Gijsens in één kamer? Dat hangt af van tijdstip. Drie uur s'nachts met een goede whisky. Van thema ook. Ja. In de pussycat. Nee, we hebben heel veel contact. Niet zozeer dat we 3-4 uur per dag samen zitten. S'morgens een kort belletje, eventjes overlopen van hoe en wat. En uiteraard, als we in dossiers zitten, iets meer. Is het een voorzitter die er kort op zit? Nu wel. In de transferperiode dan? Ja, korter. Het is in het jaar minder? Ja, heel graag geïnformeerd is, wat logisch is uiteraard. Hij wil betrokken zijn, hij wil weten wat er leeft, hoe het gaat, wat de status is van de dossiers. Is er een soort van carte blanche voor u? Nee. Je bedoelt op financieel vlak dan? Of? Onder andere, ja. Ja, okay. Qua profielen toe gaat hij misschien zich niet zozeer moeien? Nee, maar... Dossiers worden voorbereid. Het is niet dat ik op 8 augustus mijn telefoon neem en zeg, voorzitter, we hebben een spits in het vizier, die spits. We zijn al langer bezig. Ik denk, Bataille was van in december dat we daarmee bezig waren. Vrij ook januari. Maar dat weet hij allemaal. Ja, tuurlijk wel. En daar moeit hij zich niet echt mee? Nee. Wat is de rol van zijn zondering? Want ik heb die de afgelopen maanden steeds vaker naast zijn vader zien rondlopen. Ook bij jullie. Ja, bij ons dan. Ik denk dat hij op Glamco-vlak heel vaak en al heel lang aanwezig is. Ja, maar op Antwerpen. Hij ondersteunt, hij volgt mee. We hebben daar open discussies over voetbal hoe kennen. En wat. En Michael is wel iemand die van voetbal af weet. Ja. Maar is hij niet degene die nu mee de beslissingen neemt? Of is het toch de papa? Maar zoals ik al een paar keer heb gezegd, op het einde is het altijd Paul Gijsens die afklopt en die zegt ja of nee. Ja. Antwerpen kan investeren. We hebben heel veel zaken die op onszelf draaien, nu al. Met supporters, met sponsoring, met inkomsten van stadion. Maar we kunnen maar versnellen en zo snel vooruit gaan doordat Paul Gijsens nog extra middelen verschaft. Dus op het einde van de rit beslist Paul Gijsens. Maar wij bereiden dossiers voor. En als ik 100% zeker van iets niet te doen, dan is het zelden of nooit dat hij het wel zal doen. Of omgekeerd. Peter, vergis ik me, chef sport van GVA, dat jij met Paul Gijsens en de hele familie ook in Londen
bent geweest, ja, de tijden van Wembley. Hij nam jou ook mee langs alle andere projecten. Welke indruk gaf hij jou, zo off the record? Ik ken Paul Gijsens al ondertussen ook al wel een tijdje, ook persoonlijk. Omschrijven met zijn moeilijke spars, dat is een moeilijke mens eigenlijk. Die kan de ene dag, zijn wij de beste vrienden, en de volgende dag kan die mij opbellen en op zijn Antwerps uitscheiden, ja, voor het vuil van de straat. En is dat dan terecht? Had je dat dan verdiend of niet? Niet altijd. Nee. Niet altijd. Maar wat ik wel een belangrijke vind, allee, dat pleit wel voor hem bij Antwerp. Ik vind dat wel heel gepassioneerde mensen, allebei. En dan neem ik Ria er ook bij, ja, de vrouw. De dame mooi in het rood al. Ja, altijd in het rood, maar dat is mij eigenlijk nog het meeste opgevallen. Want ik dacht eigenlijk in het begin dat zo de klassieke geldschieters en we bouwen hier iets op en we stoppen er wat kapitaal in en dan zoeken we een Chinees en we verkopen dat voor dubbel. Ja. En dan gaan we weer iets anders doen. Maar dat gevoel heb ik echt niet. Nee, dat verhaal heb ik ook al vaak gehoord. Maar het is wel gegroeid. Van de voorzitter, ja, ook een bepaalde rol heeft in beslissingen van transfers en dergelijke. Nee. Niet in transfers, maar het is wel... ze draagt wel de broek, hè? Nee. Maar ze is zeer betrokken in de richting van de tribune. Alles wat qua interieur en qua inrichting gebeurt van de twee nieuwe tribunes, daar heeft zij met haar team, dat zet zij neer en dat doet ze ook heel goed. Maar het klopt wel wat je zegt, ze is zeer, zeer betrokken en zeer warm zijn naar de club en naar alles wat binnen de club gebeurt. En dat is gegroeid. Ik denk dat ze dat zelf onderschat hebben in het begin, 5-6 jaar geleden, dat voetbal en een voetbalclub zoveel passie en zoveel emotie kon teweeg. De impact onderschat van... Ja, en zij zijn... En ik schrok... Nog één ding, zo een kleine anekdote. Ik schrok ook hoe dat ze... Want Ria is echt wel soms zo uitbundig. Tegen Leuven zag ik ze het clublied. En die begon te dansen. En ik dacht van, wat krijgen we nu? Ja. De wat stijve Gijsense, die volledig uit hun rol. Peter, om heel knap om te zien. Ja. Om dat onderwerp af te ronden, gooi er eens één anekdote in die je tegen je vrienden op café kan vertellen, waar je in Londen met de familie op stap. Wat is daar allemaal gebeurd? Wat is je het meest bijgebleven van dat samen zijn? Paul Gijsense. Het meest opgevallen was toen eigenlijk de dochter, moet ik toegeven. Ik vond het een heel mooi, warm, menselijk verhaal. We waren er ook heel open over aan het vertellen. Dat is ook een dochter die wel wat meegemaakt heeft. Ja. Ook medisch en zo. In de fierheid, in de emoties die de familie over die dochter hadden, dat pakte mij zelfs een beetje. Paul Gijsense heb ik zelfs op een bepaald moment een beetje een traan zien moeten wegvegen. En zo had ik hem nog nooit gezien. Dat vond ik toch wel een bijzonder moment. Ja, ja. Alleen zo omdat zo de harde zakenmensen, die ook gewoon een dochter hebben, hè. Ja. En die graag zien en er heel fier op zijn. Dat kan je mooi vertellen, hè, met veel emotie. Want ja, niet iedereen weet dat, maar ja, jullie zien elkaar natuurlijk heel vaak. Sven-Jacques, Peter Goris, hij is waakond naar de club, schrijft daarover. Lag jij ook niet een beetje aan de basis van het vertrek trouwens van Luciano D'Onofrio en Frederik Leijgens? Want je hebt toen een heel uitvoerig artikel geschreven met inside info over wat er allemaal fout zat in de club. Hè. Dan heb je wel tentakels die heel ver reiken. Hè. Hoe ging dat precies? Wat was de hoofdboodschap van dat? Ja, ik ga nu niet al mijn bronnen prijsgeven, uiteraard. Maar ik heb dat was ook werk van maanden. En wat was de hoofdboodschap? Dat was niet even een week rondbellen. Dat was gewoon eens op een rij zitten dat er daar een club was die een aantal jaar van Luciano D'Onofrio ook gebruik hadden gemaakt. Alleen bedoel, goed dat samengewerkt. Maar waar dat ongeveer heel de club ook wel het idee had van bon, als we nu een stap verder willen zitten, dan zal het zonder Luciano zijn. En waarom was dat dan? Lijst dat eens op. Zijn oude manier van doen. Ik denk dat die het grootste probleem eigenlijk was. Zo van onverrek lezen en, ja, en zowel laconiek. En ik hoor nu graag dat er een hoofdscouting is en dat de scoutingcel wordt uitgebreid. Ja. Ik denk niet dat Luciano ooit een scoutingrapport echt goed heeft gelezen. Ik bedoel, dat was de mens die de telefoontjes en die had zijn eigen wegen. Hè. Ja. Dus ze wilden gewoon een modernere weg inslaan. En... Maar daar werd niet goed op gereageerd door vrijwilligers binnen de club dan. Geef eens één bezonje die ze hadden, één opmerking die hoog zat. Hoe bedoel je? Ja, bij de medewerkers, die kwamen ook aan het woord. Hè. Ja, wat dat vooral bij de medewerkers is dat die...
Dat die niet goed behandeld werden. Hè. Dat die... Je had daar leidgeens. Ik ga nu niet alle details terug op een rijtje zetten, maar je had daar wel zo'n Luciano-klannetje dat zich gevormd had bij de club. En dat regelde alles. Was het niet eerder dat het feit dat Luciano zoveel macht had binnen de club, dat niet goed werd gezien door veel mensen? Sowieso... Er zit een stuk waarheid in veel zaken die gezegd worden, maar een stuk is ook uit zijn context getrokken, of zelfs niet waar. En wat is niet waar? Peter weet ook dat ik absoluut niet tevreden was met de manier waarop dat gebracht is. En het klopt, dat is niet iets dat in een dag of in een week geschreven is. Dat was info van, ik denk, meerdere jaren, meerdere mensen. En ik denk dat niet alle mensen, of toch niet veel mensen, hebben toestemming gegeven om te gebruiken wat tegen Peter gezegd is, tussen pot en pint en zo verder. Dus er is een verhaal gebracht met een zekere zin van waarheid, maar het ging voorbij aan de waarde die Luciano heeft gehad voor Antwerpen. Ja. De eerste jaren, de eerste twee jaar... De tijd die ons gegeven heeft door gewoon Luciano te zijn, door zijn uitstraling, door de afstand van perssupporters. Oké, deze club moet groeien. De transfers, ik denk 27, eerste jaar in zomermercato. Een coach die het klappen van de zweep kende, niet altijd mooi, maar we hebben heel snel kunnen vrij stabiel worden. Geen warm water, geen velden om te trainen. Ja, maar dat werd door niemand ontkend. Hè? Dat werd door niemand ontkend. Het was gewoon op punt gekomen. Dat een Antwerp gewoon een stap verder moest zitten en die kon niet met Luciano gezeten worden. Nee, maar dat zijn twee verschillende dingen. Wat wil u recht zetten? Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Het feit dat het tijd was voor verandering, had Luciano eigenlijk ook al aangegeven, of dat hij dan uiteindelijk zou doen of niet, dat is iets anders. Maar dat het tijd was om een nieuwe stap te zetten, correct. Dat het nodig was om iemand die veel voor de club betekend heeft, op die manier toch voor een stuk aan te vallen, daar ben ik niet mee akkoord. Nee, ik krijg het gevoel dat klinkt koud en kil. De zaken die mens bewezen heeft voor de club zijn toch verdienstelijk en groot geweest, zeker in die moeilijke periode in de eerste jaren. En nu lijkt het alsof al wat hij gedaan heeft ervoor niet naar waarde is geschat geweest. Nee, toch zeker niet binnen de club en van ons uit zeker niet. Want wij huiveren eigenlijk altijd van dat vergelijken. Voor het vertrek en na het vertrek. Er zijn gewoon heel veel raakvlakken. Als je ziet dat Frey, Bataille, Eggestein, dat zijn dossiers die al met Luciano samen voorbereid zijn. Ik denk Samatta, de laatste speeldag, dat de perfecte Luciano-transfer had kunnen zijn. Er zijn ertussen zitten die dat niet zijn. Er zijn veel gelijkenissen. Alleen de manier inderdaad om met meer scouting, meer data, moderner te gaan werken om uw toekomst veilig te stellen, dat was absoluut noodzakelijk. En om niet meer afhankelijk te zijn van één persoon alleen. Ja, ik denk dat gewoon geen moderne manier van werken is. Maar dat wist Luciano ook. Je kan je de vraag stellen of dat... we die stap hadden kunnen zetten als dat niet gebeurd was. Ik vind alleen dat de manier waarop had totaal niet gehoeven. Nee, ik wil nog kort aan toevoegen, want ik heb eigenlijk toen prima samengewerkt met de persman die er zat, Frederik Leitgens, om dan met Haroun en Bokani, Refailov te kunnen babbelen. Dat ging altijd zeer vlot, maar op zich is het merkwaardig dat je bij een Vlaamse landsgedeelte met een Franstalige persman zit. Was dat een bewuste keuze van D'Onofrio om toch iemand te hebben die kort de lijnen kort houdt? Ja, los van zijn moedertaal en dat het feit dat hij geen Nederlands sprak, was dat inderdaad een keuze destijds in 2017 van Luciano om iemand dicht bij de groep te hebben die hem de juiste info kon geven. Ja, dat klopt, maar op zich is dat niet verkeerd. De spelers ruiken dat snel. Hè? Gaan die dan niet... denken, wat is dat hier? Is dat Big Brother? Maar je had ook veel spelers die al gekomen waren dankzij of door de band die ze hadden met Luciano. Ja, maar ik denk dat dat nu een aspect is van voetbal dat je in veel clubs hebt. Hè. Ja, en ik denk dat de spelers wel meer dan ervaren genoeg zijn om aan te voelen hoe en wat. Dus dat is niet het probleem. Het enige is dat we inderdaad door de manier van werken heel fel afhankelijk werden van één iemand. En omdat een Luciano is of iemand anders, dat is niet gezond. Als je de toekomst wil, ik denk dat Luciano 65 is nu, of 66 misschien. Als je de club wil voorbereiden voor de toekomst, dan moet je die volgende stap zetten. En daar was zelfs Luciano mee akkoord. Mag ik tussendoor nog even vragen? Antwerpen is een geweldige stad, de metropool, bruisend. U bent een nuchtere West-Vlaming, daar komt dan Paul Gijsens bij. Is dat in zekere zin ook een zegen voor die club, die nuchterheid van mensen zoals u? Ik denk niet dat dat aan mij is om te bepalen. Is dat ooit een thema? Want in Antwerpen, je moet wel aanvaard worden in de stad. Heeft u dat gevoel snel gekregen? Ja, als ik in 2016 aankwam, was het inderdaad niet met open armen van kom erbij en wie ben je, wat gaan we doen? Zeker niet. Maar
is dat echt puur Antwerps of is dat met voetbal te maken? Ik denk dat je in voetbal, overal waar je aankomt, jezelf moet bewijzen. Qua werkethiek, qua kwaliteit, qua resultaat. Ja. En dat is wel vrij snel gekomen dan. Het spel tussen West-Vlamingen en Antwerpenaren, dat vind ik op zich wel goed. Ik was er zeer, zeer van verwonderd dat de Antwerpenaren met zijn grote mond en bla bla bla. We gaan, maar dat er uiteindelijk in de club heel weinig gezegd werd en uitgesproken. Het was zeer voorzichtig en er veel rondbabbelen. Dat ik als West-Vlaming op een bepaald moment zei van nee, zo. Ja. Want en, ja, we moeten veranderen en het gaat niet goed en het is dit en het is dat. En veel klagen en benoemen wat verkeerd gaat. Ja. Maar de Antwerpenaar op zich, als er dan moet veranderd worden, was het ook niet altijd met goesting. Nee. Dus dat is zo'n een contradictie. Ik weet niet, Peter, misschien kan je dat... Ik vind dat wel tijd wordt om terug wat Antwerpenaars in de club binnen te brengen. Moet ja, ik ook, dat bedoel ik dus. Hè. Ja. Heb jij Allee, dat is niet tegen Sven of zo. Hè. Nee. Niet tegen Paul Gijs. Dat is niet tegen... Maar er zit geen enkele Antwerpenaar in de club. Hè. Nee. Waar dan niet? Ja, oké. Okay, Sascha van Zanden is uw teammanager. Dat is een Antwerpenaar in de Ilias. Maar ik bedoel, zowel bovenaan. Uw financieel directeur was denk ik de laatste die ooit een abonnement op Tribune 2 heeft gehad. Ja, maar het moet toch een goede mix zijn tussen alles. Ik denk als je te veel... En is ook weg, ondertussen. Ja. En het gaat uiteindelijk ook om competentie. Hè? Ja, oké, het gaat om competentie, maar een club als Antwerp heeft wel... Ja, die staat wel heel dicht bij die supporters. En die heeft dat wel nodig om zo... Dat DNA is heel belangrijk hè, bij Antwerp. Heren. En ze durven dat niet altijd in handen geven van... Of volledig in handen geven van West-Vlamingen. We gaan alle respect voor die West-Vlamingen. We gaan zien wat de toekomst brengt. Wat dat betreft, zo meteen gaan we het nog heel even over Europa hebben. Maar ik wil kort nog even jullie kennersoog laten neerdalen over deze ranke jonge man. Sven Jaak is een ex-voetballer. Hij heeft lang bij de vereniging gezeten voor Club Brugge voetbald. Welk type was hij, denkt u, in de jeugd, jongens? Was het een Darpino-type? Was het een Mercier-type? Gilles, wat denk je? Dat is moeilijk in te schatten. Wat denk je? Dat is moeilijk in te schatten maar nu. Naar postuur, voorkomen, wat denk je? Een middenvelder? Ik denk een 6. Ik denk een brave bankzitter. Die was ontwacht dat hij mocht invallen. Sven Jaak, vertel het. Zeker niet wat Peter zegt. Wat was je? Hey, ik ben eigenlijk altijd aanvaller of aanvallende middenvelder geweest. Van rechts, van links, centraal bij de jeugdreeksen, maar dan niet groot en sterk genoeg om te blijven staan. Dan op 10 gaan ze. Waarom dat ik zei middenvelder? Omdat ik van postuur was verdediger. Nee. Ja, met grote namen gevoetbald die het gemaakt hebben. U hebt het ook gemaakt, maar op een ander vlak. Hebt u... Ja, Thomas Buffel was bij Cercle Brugge 16-jarige leeftijd ploeggenoot. Ja. En dan Frederik Boy, Jan Mazereel, dat is dan misschien minder bekend. Nou, die ken voor ik dan. U, voor u uiteraard de wel. Nog de KMSK Deinzen nog gezeten, ja, denk ik, Baasland, als ik me niet vergis. Ook, ja. Dus, dan ging u onheil aanrichten achter frituur Carlos. Dat vertelde Thomas Buffel me altijd. Er was een frituur, daar gingen jullie verzamelen en dan kon er alles gebeuren. Maar dat zou ons te ver leiden. Een heel mooi fragment voor mensen die rood en wit diep in hun hart meedragen, was natuurlijk Nicosia, net na afluiten. Kijk mee. Ja, ik hou niet zo van dat grote C-woord, maar heeft dit er ook toe bijgedragen dat er een crisis vermeden is, als men dat al kan zeggen, die winst tegen Eupen dan ook nog eens. Dit was wel een soort van, ja, hoe moet ik dat zeggen, verlossing, hè? Niet? Ja, zeker ook omdat we die wedstrijd echt wel goed voetbal hebben gebracht. Zeer dominant, we hebben quasi niks weggegeven. Het kan 5-6-0 zijn, het bleef dan toch maar 2-0. De uitdoelpunten zijn weggevallen, dus dan moet je nog penalties, verlenging spelen en penalties trappen. En de hele opbouw naar de apotheose van door te gaan is fantastisch. Los van dat hele verhaal en dat mooie verhaal, ons nog maar eens 2 keer op rij gaan kwalificeren voor de poolfase Europa League is gewoon knap. Ja, een klein mini-Vitosha-Spartak-momentje, Peter Goris, of niet? Ja, dat moet ik toch wel zeggen. Ja, absoluut. Ook door alles wat dat er rondkwam. Hè. De tribune die niet klaar was, waar er maar 2000 men, alhoewel als ik de beelden zie,
Mag die ondertussen al denk vol? Ik dat er niet? Er meer op zitten. Daar hebben we nog geen uitsluitsel over. Dat gaat snel gebeuren. Dat hopen we wel, ja, deze week. Maar voor de supporters was dat ook wel heel belangrijk. Zo vorig jaar een Europa League meegemaakt zonder supporters. Zo de away-fans, dat away-gevoel bij Antwerp is enorm. Ja, die wachten daarin, die zijn er... Tottenham thuis. Anderhalf jaar op ontwacht. Dat is een fenomenaal moment en dat moet je vieren zonder supporters. Nu, Olympiakos, dat is dan maar, denk ik, 3 dagen geleden of zoiets, effectief, mm-hmm. Dat er fans mochten komen. Ja, dat komt eraan, donderdag. Hè? Ja. Oh, dat is direct een paar honderd men, die, denk ik, 400 men of zoiets, die nog indertrekken. Ja. Voor hen is dat heel belangrijk. Goed, dit moeten we gaan afronden, want we kunnen er 3 uur over babbelen. Ik wil 1 vraag nog voor u, Sven-Jaak. Fenerbahce, Olympiakos, Frankfurt, u gaat door of u gaat niet door? Ja. Voilà, dat zou ik denken. U kan maar moeilijk iets anders zeggen. Hè? Nee, maar het is niet onmogelijk, het is lastig. Het kan de twee kanten op natuurlijk. Je hebt wel een heel goede vorm of toch eens een exploit nodig. Hè? Zoals dat tegen Tottenham allemaal in elkaar past. Het zijn geen slechte clubs. Hè? Nee, om door te gaan heb je 6 tot 9 punten nodig. 9 à 10 punten. Dus dat betekent dat je een 3-tal keer moet winnen. Dat komt in orde. En ik heb geen glazen bol, maar sowieso, de tegenstrevers zijn grotere budgetten, hebben meer kwaliteit, maar ik denk dat wij zeker niet kansloos zijn. Laatste woord voor Gilles over dit, dat komt in orde of niet? De tegenstanders, wat denk jij? Ze moeten thuis vooral hun punten gaan pakken, denk ik, en dan hopen op dat publiek dat erachter staat en dat het maximaal bezet is, het stadion, omdat dat tot nu toe het geval zal zijn. Dus dat zal een meerwaarde zijn voor Antwerpen om eventueel daar door te zijn. En dan moeten ze gokken of hopen dat ze op verplaatsing hier en daar eens een puntje kunnen sprokkelen, waardoor ze eventueel die stap kunnen maken voor die ronde verder. Maar het wordt al sinds sportief een heel moeilijke klus. Ja. Dankjewel, heren. We gaan verder over de grenzen kijken. For something completely different now. Lovely for Kovacic. He can go through the gears and look to set Lukaku away. He's bent it beautifully into his path. It's Romelu Lukaku cutting back. Yeah! Stamford Bridge faithful. You know, I waited, like, you know, it's my dream, you know, since I was 11, I waited for this, I worked hard for this moment. But, you know, I'm very happy with the win. It was it was an important game for us. It was, like the coach said, about focus and motivation, and we showed the will to win from the first minute. And, you know, I'm very happy with the result. Tot zover Romelu Lukaku, die uiteraard zeer tevreden was met het resultaat. Ze hebben er hard voor gewerkt, dat hoor je wel vaker, maar dat hebben ze effectief ook gedaan, zo bleek. En het was zijn droom vanaf zijn 11 jaar om dit te bereiken bij Chelsea. Hij heeft er natuurlijk al eens gezeten, maar nu is ze toch met een heel andere status. Hè. Gilles, dit is een jongensboekverhaal, bijna een droom, denk ik. Ja, maar daar gaat toch wel veel achter. Hè. Als je kijkt naar waar hij vandaan komt en waar hij nu staat, de verbetenheid, de gedrevenheid, de wil om altijd maar beter te worden, om ondanks de tegenslagen die er geweest zijn, zowel qua mensen gewoon in het dagelijks leven als vanuit de media, die vaak toch kritisch geweest zijn over zijn kwaliteiten, dan is het chapeau dat hij op die manier door de club, voor de club van zijn dromen als jonge gast kan terugkomen door de grote poort. Na die eerste passage die toch niet zo gunstig afgelopen was, wegens te jong. Dat moeten we ook wel bij zeggen. Dus knap wat hij gedaan heeft, vooral de laatste paar jaren. Ik heb er een eigen theorie over, moet je even goed volgen. Hè? Dus ervan uitgaan dat mensen niet perfect zijn, dat mensen fouten maken. Als je dan zijn stats bekijkt, ervan uitgaande dat het niet 100% perfect kan zijn, en dan wordt het helemaal moeilijk, dan benadert hij eigenlijk wel net die perfectie. Kijk alleen al maar naar de nationale ploeg. Hè. De laatste 50 interlands heeft hij 50 keer gescoord, terwijl de periode daarvoor toch wel van een minder niveau was. Zeker qua statistieken als afwerker. Dus hij heeft enorme stappen gezet. Hij is nogmaals gedreven. Het is het toonbeeld van veel jonge gasten hoe het eigenlijk zou moeten lopen in een carrière en hoe je voor jezelf dan die evolutie kan doormaken. Kijk naar wat Ronaldo gedaan heeft bij Manchester United. Kijk naar zijn parcours door de jaren heen. Romelu, ik ga niet zeggen, spiegelt zich daaraan, maar heeft ook de laatste jaren dezelfde stappen gezet op de manier waarop Ronaldo het aanpakt. Heren, we gaan er een bruggeling bij halen van blauw-zwart. Hè. Dat is ook een rode duivel natuurlijk. De genaamde Hans van Aken. Hans van Aken, goedemiddag.
Goedemiddag. Wat was je aan het doen? Even aan het Netflixen, wat chillen. Hoe gaat dat bij Hans van Aken thuis als er geen voetbal is? Ik heb deze morgen getraind. Ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang terug. Dus ik heb hier nog even iets gegeten en dan heb ik gewacht op jullie. Ja, was het gezonde voeding, Hans, of een keer de riem eraf? Wat was het? Ah, wel, dan heb ik net gewoon twee sandwiches met choco gegeten. Dus, kijk eens aan. Voilà. Ja, super gezond, maar wel lekker. Schitterend. Zeg Hans, de samenwerking, ja, dat liep heel vlot hè, met jou en Romelu. We hebben allemaal die assists natuurlijk kunnen zien. Hoe is dat om met hem te voetballen? Ja, heel gemakkelijk zou ik zeggen. Hè. Dus spits van wereldklasse die op verschillende manieren kunt aanspelen. Ik denk dat ik de voorbije 3 jaar bij Nationaal Ploeg veel gezien heb. Ik denk dat ik ook de manier waarop hij graag voetbalt met De Bruyne, met Mertens, met degene rond hem. Ik denk dat je daar veel van kunt leren hoe je met hem het beste kunt samenspelen. En daar heb ik de laatste matchen wel mijn vruchten van afgeworpen. Dus het is natuurlijk een spits van wereldkwaliteit die op verschillende manieren kan scoren. Dus het is eigenlijk heel gemakkelijk om ermee samen te spelen. Ja. Hoe is jouw zeg maar, vriendschappelijke of relationele band met hem? Want het is een grote ster aan het worden. Nu, jij bent een hele nuchtere jonge man, dat weten we allemaal. Maar als je er pas bij komt, ja, dan kijk je toch even op naar dat soort mannen, of niet? Ja, tuurlijk. Dat zijn de spelers waar ik ook in het weekend hier op tv naar kijk. En die het fantastisch doen in het buitenland. Dus het zijn de spelers waar ik naar opkeek toen ik 3 jaar geleden erbij kwam. Maar waar ik nu nog altijd naar opkijk, als je kijkt wat ze allemaal doen bij een ploeg. En zowel in de ploeg als bij de nationale ploeg. Dus zijn het die spelers waar je naar opkijkt. Maar eenmaal dat je bij die groep komt, zijn ook wel de spelers die je daarin opnemen. Die super vriendelijk zijn, die op je gemak stellen. Dus alleen maar positieve woorden over die spelers. Ja, zometeen nog een pak meer vragen, Hans, die jouw richting uitkomen. Blijf rustig even hangen. Gilles, wat vond jij van die synergie tussen Hans en Romelu? Maar ja, zoals Hans het aangeeft, ik denk dat de manier waarop hij Romelu aanvoelt, dat meteen duidelijk was. En als je die paas kijkt van Hans, dat is natuurlijk een van zijn kwaliteiten. Buiten op de goede moment opduiken in de 16. Maar de manier waarop hij iemand voor de goal kan zetten, dat gaat aan die paas. Hè. Romelu moest eigenlijk niks meer doen. Ik spreek aan die wedstrijd thuis tegen de Tsjechen. Die kwam gewoon perfect in zijn loop. En oké, Hans weet natuurlijk dat Romelu die beweging gaat maken, maar dan die paas op maat geven. Ja. Zo wil je eigenlijk voetbal zien. Ja, Sven Jaak, je bent er ook nog altijd bij. Ik vraag het aan jou even. Hè. Hoe kijk jij naar de Rode Duivels en specifiek naar Hans en Romelu en de recente geschiedenis, die wedstrijden, Estland, Tsjechië? Ja, sowieso. Het is een succesverhaal. Ik zou zeggen, ook al sinds Martinez overgenomen heeft, zie je echt een ongelooflijke vooruitgang in professionalisering. Los van het puur resultaat dan. Wat dat misschien een andere manier van bekijken is. Ik zie naar omkadering, naar alles wat erbij komt. Zoals het hoort en zoals het vroeger helemaal niet was. Maar dan puur naar de prestaties van hen toe. Hans is al jaren gewoon een constante zekerheid op de Belgische velden, die nu ook de stap zet om dat internationaal te tonen. En Romelu is gewoon pure wereldklasse. Heeft Paul Gijsens jou nooit al eens een sms'je gestuurd van hey, haal die Van Aken eens naar Antwerpen? Nee, dat heeft hij nog niet gedaan. Dat komt misschien nog ooit. Wie weet. Hans, over Romelu Lukaku. Is hij nu de nieuwe Kompany in de kleedkamer? Dan bedoel ik het vooral als leider. Jawel, ik denk het wel. Het is iemand die heel aanwezig is, vocaal. Die voor de match ook in de groep zijn woord doet, zijn zegje doet. Die daar langs ook heel veel coacht naar mij toe, naar degene die rond hem spelen. Dus ik denk in dat opzicht dat het inderdaad wel een natuurlijke leider is die misschien het woord van Kompany een beetje in de nationale ploeg heeft overgenomen. Ja, nu Jelle Vos heeft me verteld dat jij ook vooral in spelletjes wel eens een koppige ezel kan zijn. Hans, durf jij Romelu Lukaku tegenspreken of niet? Dat is nog niet nodig geweest, maar nee. Als ik het misschien ooit anders zie als hem, dan zou ik dat wel durven zeggen. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde geweest. Is er al je iets bijgebleven wat hij specifiek vertelde over het leven als international profvoetballer? Want hij zal je ook al toch al een aantal dingen verteld hebben. Gewoon qua leven als profvoetballer nu niet echt. Ik denk dat het ook iets is wat je als persoon zelf invult en dat de ene dag anders mee omgaat dan iemand anders. Echt de grote tips niet. Het gaat meer over het samenspel. Hoe vraagt hij dat? Speel me zo aan. Vraagt hij dat?
Jawel, jawel. Want ik weet nog tijdens die match tegen Estland en ook tegen Tsjechië van kijk, als je de bal vandaag zo krijgt, heb ik hem liefst daar of in mijn voeten. Je kunt hem altijd inspelen. Dus hij geeft constant wel tips van oké, hier wil ik hem nu, op dit moment wil ik hem daar. Dus hij is er constant mee bezig. En natuurlijk is die honger voor hem om doelpunten te maken zo groot dat hij die voeding van achter hem nodig heeft natuurlijk. Ja, Gilles, dat pakt hij dan ook nog eens mee, die Lukaku. Niet alleen scoren, die leidersrol aangeven hoe het moet. Maar ja, dat is een logische evolutie als voetballer. Hè? Je kan niet verwachten van iemand die 20 is, dat is zeldzaam, zullen we maar zeggen, dat je dan al de leiding op jou neemt en dat je dan een ploeg meesleurt. Romelu is intussen 28, heeft al genoeg water gezwommen, zowel in Engeland als nu in Italië, als nu terug bij Chelsea. Dus hij staat op een heel ander niveau dan over een paar jaar. En dan is het logisch in je evolutie als mens, maar ook als voetballer, dat je op een duur meer en meer verantwoordelijkheid neemt en dat ook uit naar buiten toe. Ik vind dat ook wel, maar ik vind dat wel knap, hè, dat hem in die hiërarchie zo gestegen is. Hè. Ja, maar dat is... Dat was altijd zo Eden, Kevin De Bruyne en dan... Ergens daarachter was daar zo Lukaku. Maar daar hadden we het over. Ja. Naar en media is zo toe is dat gegaan. Een zo andere snel. Perceptie geweest over Romelu ook. Hè. Terwijl hij, sinds hij die overstap gemaakt heeft naar Italië, naar Inter, is dat helemaal gekeerd. En wordt hij nu op een totaal andere manier bekeken? Ook in de buitenwereld. Absoluut. Ik wil ook even terugkoppelen naar Hans. Want ja, jij moet ook soms vechten tegen de perceptie. Ja, Hans, wij kennen elkaar al wel wat langer. Dus ik weet perfect hoe jij erin staat, familiegewijs. Dat het helemaal 100% moet kloppen. Of je hebt die stap naar ginderachter niet nodig. Maar dat is ook soms een gevecht. Hè? Steeds opnieuw diezelfde vraag krijgen. Ja, maar dus, ja. Dus, we zijn het ondertussen wel gewoon. Maar... Kijk, ik heb het al zo vaak gezegd en zoals jij het net verwoord, is alles belangrijk voor mij om die stap te maken. Het heeft totaal niet te maken met gebrek aan ambitie of eender wat. Het is gewoon voor mij het gevoel van de juiste club op het juiste moment. Zoals ik daarvoor wel met Loker had als met Club Brugge. Ja. Heb ik nu dat gevoel misschien nog niet gehad om de juiste club tegen te komen waarvan ik denk van dit is voor mij... de juiste stap op dit moment. Maar probeer eens een concreet voorbeeld te geven, Hans, van een club die interesse toonde, want ik heb alles horen waaien, correct me if I'm wrong. Ik denk eens vaag is Ajax of West Ham United of andere teams. Waarom waren die dan... waarom klopte het daar niet helemaal? Geef eens een voorbeeld van zoiets. Goh, een voorbeeld is... Het zijn gewoon verschillende dingen die moeten kloppen. Hè. Ten eerste is het al inderdaad familiaal. Waar gaan we leven? Welke stad of waar kom je terecht? Daarnaast is sportieve natuurlijk ook heel belangrijk. Wat soort voetbal speelt die ploeg? Hier speel ik voor de prijzen. Daar misschien bij ploegen die geïnteresseerd waren, misschien tegen degradatie. Dat zijn allemaal dingen die voor mij meespelen. En als ik dan alles op een rijtje zet en zeg van oké, dit zijn te veel factoren die mij tegenzitten of niet goed aanvoelen, dan ga ik het niet doen. Ja, kan Lukaku daar ook een soort van, misschien mentor een zwaar woord, maar kan die jou daar ook GPS-gewijs insturen, denk je? Die keuzes? Misschien wel. Ik denk, het komt er een beetje op neer, van, als er ploegen zijn die geïnteresseerd zijn, dan kan ik wel altijd naar spelers van Nationaal Ploeg sturen om raad te vragen. Moest er nu een ploeg zijn als... moet ik zeggen, stel Fiorentina komt of zo, ik weet niet, dat ik kan vragen aan spelers die in Italië spelen, wat voor ploeg dat is, omdat ik dat hier niet veel kijk. Dat ik dan toch al ongeveer weet, zou dat een ploeg voor mij zijn, omdat zij mij wel goed kennen. Dus zo'n dingen kan ik wel altijd vragen aan spelers die bij de Nationale Ploeg zitten, omdat in elk land wel bijna iemand speelt. Ja, ik ga jou laten doen, Hans. Ik ga jou de rust laten nemen die je wellicht ook wel kan gebruiken. Heb je al gedroomd dat je door de benen speelde van een of andere kleine Argentijn? Gedroomd nog niet, maar het zou mooi zijn. Maar dat is niet het belangrijkste van die wedstrijd. Hè. Maar als het zou lukken, is het mooi meegenomen. Maar het is gewoon een mooi resultaat. Zou veel plezanter zijn. Ja. Wie gaat zijn shirt vragen? Als ik hem na de match tegenkom, zal ik het wel vragen, denk ik. Maar het is niet dat ik erop ga azen. Is dat al afgesproken binnen de ploeg of zo? Nee, dat wordt niet afgesproken. Nee, zeker niet. Eerst. Ik heb nog niemand toch niet gehoord die zegt van ik wil per se... Wie eerst is, is eerst. Ik denk dat het daar wel een beetje op neerkomt. Ja. Nee, dat is ook heel lullig. Als profvoetballer, dat wil je niet hebben gezien hebben. Dat is gewoon lullig. Dat is voor de catacomben, hè, Gilles. Ja, maar en ook herinner je een paar jaar geleden Anderlecht PSG met Zlatan? Ja. Spel. Dat was ook wel redelijk pijnlijk, hè, toen. Dus focus je eerst op die wedstrijd, denk ik dan. En kijk dan daarna wel.
Oké, Hans, heel veel succes ermee natuurlijk. Rust nog maar goed uit. Denk aan ons coëfficiënt. Hè. Daar ben je mee verantwoordelijk voor. Hè. De groeten daar aan de madame en het... we horen elkaar snel weer. Dag Hans. Heel goed. Super. Tot ziens. Bedankt. Ja, heren, dat is toch wel een opmerkelijk verhaal. En die vraag komt steeds opnieuw hem, die vraag over het buitenland. Nu hij gaat uitblinken bij de Rode Duivels, komt die vraag natuurlijk opnieuw. Kan dit dat dan in een stroomversnelling duwen? Maar ik heb het er een paar... Toen hij de tweede maal de gouden schoen won, toen hadden we voor hij won, hadden we die avond een gesprek samen. En ik vroeg hem ook van, Hans, is niet het moment stilaan om die stap verder op te zetten, zowel financieel als sportief? En toen zei mij net hetzelfde verhaal als nu, dat alles moest kloppen. Dus dan denk je van, je hebt dan twee keer de gouden schoen gewonnen, je hebt alles al meegemaakt en gewonnen in de Belgische competitie, je moet dan nog eens naar die wedstrijd en nog eens... Dus qua opladen, qua motivatie als sporter is dat ook altijd, niet altijd evident. Maar hij slaagt er toch jaar na jaar in om zichzelf terug op te laden, om hetzelfde van het beste van zichzelf eruit te persen in een competitie die je al van binnen en van buiten kent. Kan dat moment al niet voorbij zijn? Ja, dat kan best ook, maar het is slim van Hans ook, want je hebt veel, vaak spelers. Hè. Samatta is misschien nu ook een voorbeeld, die dan die stap wagen naar het buitenland en die met hangende pootjes terugkomen. Kijk naar Wesley, kijk naar Izquierdo. Het is niet altijd terug. Maar dat hoeft niet negatief te zijn. Hè? Dat nee, kan... maar het is niet... Ja. Je moet van jezelf ook je kwaliteiten kennen. En het is inderdaad zo dat je dan moet de juiste keuze maken, zeker sportief, dat je daar niet in een ploeg terechtkomt waar je totaal geen poot aan de grond krijgt. Ik wil het nog even terughalen naar Big Rom. Er is de lofzang. We kunnen allemaal nederig het hoofd buigen wat hij allemaal presteert. Ik wil nog wat verhalen daarvan hebben. Sven Jaak, jij zat in de jeugdwerking als coach, denk ik ook, bij de vereniging. Ja. Klopt dat? Ja. Dus jij moet... de kleine Lukaku, kleine, tussen aanhalingstekens, gezien hebben dan. Ja, ik ben niet zo lang jeugdcoach geweest. Vrij snel in coördinatorschap gegaan. Maar ik denk, in een van die twee jaren bij U12 of U11... Bij Lierse dan. Hebben we met Cercle Brugge tegen Lierse gespeeld, waar toen een zeer grote, sterke jongen de doelpunten maakte. Er liep er nog eentje naast, hè. Met nog een grote jongen ernaast, Sinjo Gano. En ik denk dat dat ergens 13-1 was... Dat herinner ik me nog. Dus zij waren veel te sterk. Lierse had sowieso een zeer goede jeugdwerking. Maar die twee staken er toen enorm bovenuit. Wanneer is hij bij jou op de radar gekomen? Want bij Anderlecht, hij was piepjong. Hè? Als 16-jarige, hè, toen hij daar bij Anderlecht debuteerde. Dus, Hoe sprak men daarover? Want jij kent de interne keuken bij Anderlecht ook wel een beetje. Hoe werd daarover verteld in die tijd? We hebben er eentje. Goh. Je spreekt nu intussen toch al meer dan 10 jaar geleden of zo. Maar Jean Kinderman zat er toen ook, die nog altijd de basis van de jeugdopleiding daar. En toen zei hij ook al destijds van hetzelfde wat Sven nu zegt, van dat er daar ene rondliep bij de jeugdploeg die absolute kwaliteit had om het te maken. Maar ja, goed, dat zegt hij nu ook van een aantal spelers die eraan komen. Dus het is altijd afwachten, want de stap tussen 13, 14, 15 jaar, als je puber wordt, gebeuren er veel zaken in je leven op dat moment om dan echt die stap te maken naar de eerste ploeg. En zeker op dat moment bij Anderlecht. Dat is toch altijd een wereld van verschil, maar je zag meteen, zei hij toen al, dat hij uitzonderlijke kwaliteit had. Het is heel knap, zeker met het profiel van Romelu. Groot en sterk en snel. Zo zie je er veel in de jeugd. En die dan beginnen afbuigen om wat technisch of qua mentaliteit of doorzettingsvermogen. Maar hij heeft gewoon blijven doorontwikkelen. En het is wel ongelooflijk knap. Maar ook vooral omdat hij dus... Ja, er is vaak altijd misprijzen geweest, ga ik zeggen, over zijn aannamen, over de manier waarop hij soms draaide, de manier waarop... Dus het is ook iemand die altijd voor zichzelf... willen beter worden is, willen ja, gewoon het maximaal uit zijn talent, uit zijn rendement, uit zijn mogelijkheden halen en daar altijd eens blijven achter werken. Want we spreken nu van Romelu van op 26 jaar naar Italië te gaan, maar dan heeft hij nog stappen gezet op die leeftijd. Hè? Dus toch... Ja, ik moet eraan toevoegen, en dan spreek ik als supporter van de Rode Duivels natuurlijk, van dan zit ik te kijken, zie ik de opstelling wordt er geroteerd en dan is het toch altijd een beetje van, wij zijn niet bang, want de Romelu is erbij en die zal het verschil maken. Kennen jullie dat gevoel? Of niet? Is dat overdreven? Ja, je legt natuurlijk veel eieren in één mand op dat moment met één speler, want als die speler dan eens een mindere kant of minder moment heeft. Maar dat is eigen aan dat soort wereldspelers. Hè. Hetzelfde kan je zeggen van Messi, hetzelfde kan je zeggen van Ronaldo. Ik ga ze niet in dezelfde categorie stellen, daar niet van. Maar ik bedoel, maar puur als afwerker, puur als nummer 9 op die positie.
met zo'n kwaliteit, ja, dan uiteraard is het logisch dat je daarop rekent. Hij wil ook altijd spelen. Dus iemand die zijn neus niet ophaalt om een kleinere wedstrijd te gaan spelen. Hij wil er staan, hij wil starten. Goesting. Dat trekt het team mee sowieso. Ik heb een kleine quizvraag. Premier League, nee, gewoon alle competities samen waar hij gevoetbald heeft als senior. In het eerste elftal. Niet in de beker, niet van de nationale ploeg. Gewoon eerste klasse hier in het buitenland. Hij heeft een aantal doelpunten gescoord in al die wedstrijden, al die jaren. Hoeveel zouden er dat kunnen zijn? Doe eens een wilde gok. Dan hebben we het over 2008 tot en met dus alle nu. Goals vanuit zijn totale carrière. In zijn, elkaar, in zijn eerste competitiegoals. Ja. Sven-Jaak. Dat is moeilijk. Doe eens een gok. 250. 200, ja. Peter? Ik zat ook zo erg zo. 248 wou ik zeggen. Ja. Het zijn er volgens mijn bron 196. Dat. Maar dat is ook al mooi, hè? Ja. Ik reken aan 20 per seizoen. Mm. Er zijn er seizoen minder geweest, seizoen meer geweest. Dus ja, als je maal 12, dan kom je op 42, 42. Ja. Hoe mooi is het dat je hem in de school van Lukaku ziet op Stamford Bridge komen en de gids vraagt, kom, we moeten door met... Nee, ik blijf hier, want ik ga hier ooit spelen. Maar dat verklaart de terugkeer nu naar Chelsea ook. Ja. Hè? Want je kan zeggen, iemand die 2 jaar de pannen van het dak speelt in Italië, die daar de koning is, die daar alles wint... En die toch, ondanks die godenstatus daar in Inter, de keuze maakt om terug te komen naar Chelsea, waar hij buiten gezet geweest is, aan de deur gezet is, zijn droom niet heeft kunnen verwezenlijken, om dan terug te komen op die manier door de grote poort. Dat verklaart heel dat verhaal. En ook een risico dan, hè. Ja, bedoel, ja. Dat ook en met een prijskaartje op de rug nog eens erbij. Een beetje revanchegevoel toch. Ja? Dat leeft echt om, ik wil het nu toch eens tonen. Ja. Maar dat toont de gedrevenheid en de honger van die jongen. Mm. En dat maakt hem ook een grote, dat hem er dan start. En op zo'n manier start. Dat onvoorstelbaar, denk ik. Goed, heren, we gaan stil aan afronden. Ik ga misschien nog eens een rondvraag doen naar de bezigheden van deze week. Bij u zal dat zeer duidelijk zijn, want er komt een mooie portie Europees voetbal op u af. Wordt het nog een zeer drukke week? Buiten dat nog allemaal? Nog meetings en wat nog allemaal? Er is morgen nog een raad van bestuur van de Pro League. Morgen namiddag, denk ik. Het is een tijdje geleden, dus er ligt wel wat... Wat op de plank? Wat is het heetste hangijzer op de plank? Zeg eens. Ik zal strategisch antwoorden dat ik de agenda nog niet bekeken heb en dat straks zal doen. Ja, right. Oké. Zit u daar graag in trouwens? Of denkt u van, goh, mannetjes? Dat is een moeilijke vraag. Omdat sowieso vind ik niet dat we dat maximaal uithalen. Het wordt niet op de goede manier neergezet. Nochtans zit er veel kwaliteitsvolle mensen in. Heel goede woordvoerder ook, ben ik fan van. Ik heb altijd het gevoel dat daar veel op de lange baan wordt geschoven, zo verplaatst naar later. Ja, het is een belangenvereniging. Uiteindelijk, de Pro League op zich bestaat niet. Het zijn de clubs die dat voeden en die dus versnellen of remmen. En in ons geval heel vaak remmen en sturen in de richting die 1 of 2 of 3 clubs dat willen. Maar ik denk dat we aan het einde van een cyclus zijn nu, dat er straks vernieuwing komt. We zijn ook met een studie bezig naar een modernere kijk, een modernere aanpak op allerlei vlakken. En niet op zijn minst op governance, op het beleid zelf. Ja. En daar kijk ik wel naar uit. Het komt allemaal goed? Dat is te gemakkelijk, maar we gaan er alles aan doen. Ik hou er ook niet van om er nu uit te stappen en te zeggen van oké, het is niet de goede manier, dat is gemakkelijk. Ik loop weg. Ik wil er net in blijven om mee te pushen en om naar die goede richting te gaan. Dus, het glas, laten we dat half vol houden. Ja, absoluut. Goede instantie, komt allemaal goed. We gaan ervan uit. De Sirtaki-moed, die is bij jou al boven komen drijven, Peter Goris. Ja, chef sport. Buiten de Pro League. GVA. Zal ik hetzelfde doen. Klaar voor Olympiakos. Ja, absoluut. De koffer 31, is gepakt. 31 graden. Je pakt die koffer toch zelf of laat je dat doen? Nee, dat is al klaar. Zeker weten. Ja. Oké. Okay. Gilles, wat ga jij nog allemaal doen deze week? Geen Europa League, hè. Die zit niet bij ons. Ik zit bij de concurrent. Wij doen de Champions League, wat ook niet verkeerd is natuurlijk, met Club Brugge en PSG. Ja, zie jij je eigen huis en bed nog af en toe of valt dat wel mee? Dat valt nog wel mee. Geen klachten gekregen voorlopig? Nee, het valt niet mee. Goed, dan bedank ik nog eens in uitgesteld Rille Hans van Aken. Die is alweer weg, want die kwam erbij voor straks even mee te praten over Lukaku. Sven-Jaak van Antwerpen, bedankt. Peter Goris van GVA, bedankt. En Gilles de Bilde van onszelf eigenlijk. Hè, gewoon van het huis van 11 Sports, bedankt. Goed, u bedankt om te kijken en of te luisteren. En graag tot de volgende week voor een nieuwe 11 Insiders.
De kop is eraf, terwijl er hier half eentje begint te sterven, wou ik zeggen. Het gaat, Peter Goris? Ja, niet. Oké, goed. Tot volgende week. Bye-bye.